the zone. Maar goed, hij doet het heel erg goed, de jongen. Dus wat dat betreft geen enkel reden om eventueel nog voor die paar weken te wisselen. Antwerp geen Odoi, hij geschorst, vervangen door Costa. En bij KV Mechelen een gooi in de plaats. Voilà, we kunnen eraan beginnen aan dit duel met de captain van Antwerpen die klaar staat. En KV Mechelen dat het spel op gang mag brengen. Seri, Bataille. Nee, dat is een vangbal. Simpel voor de Wolf. En Flukken. Ja, dat is nog net goed, dat tikje. En dan een kooi, dat is ook nog een goeie. Dan vrijmaken, Storm afgeblokt en met een gelukje Flukken. De redding van Lammens uit de karambollen kwam hij. En uiteindelijk opgeruimd voor de neus van Foulon. Goed opgelezen. Ja, Seri. Oh, mooi gedaan. Prachtig doelpunt, dacht ik bijna te zeggen, maar hij legt hem ernaast. Heerlijk bruggetje. Wel de corner voor KV Mechelen met Pflücke. Nou, nee, hebben moeite om KV Mechelen onder druk te zetten. En heeft toch te maken met de veldbezetting van KV Mechelen. Hier hem Rapti in de box, uitkijken. Waarin vindt de kooi, trapt over de bal. Maar het is een assist voor Storm. En ook de redding van Lammens. En dan Schoofs vindt uiteindelijk... Maar de paas richting Seri was geen goede. Daar is een gooi met ruimte. Kan misschien eens gaan rennen. Openen voor Pflücke, maar hij kiest nog voor hem Rapti. Nou, dan nu de bal naar buiten. Die trappen maar. Ja, dat kan natuurlijk vandaar, maar dan moet het wel een keer kijken natuurlijk. Ja. En in zijn betere periode lukt dat altijd, vaak in de korte hoek. Maar ja, in de periode dat hij hele poos veel scherpte had. Een corner waar Lammers moet opkomen en dat goed doet, weggebokst. Wel opgevangen door Storm, hier is Pflücke weer. Buitenkantje voet is mooi gedaan en gekopt aan het doelpunt, prachtig gedaan. Kijk eens, Van der Leijn is gehoord. Heerlijk gedaan. En wat een voorzet, buitenkant voet. 0-1 KV Mechelen. Bij Antwerpen kijken ze naar elkaar. Heerlijk gedaan. En netjes in doel gekopt. Nou, geweldig geïnfiltreerd ook. Hè. Lammens die in eerste instantie de corner afweert. Bal opnieuw tot bij Pflücke. En dan goed naar binnen gekomen. Goed in de 16 gekomen. Daar tussen twee Antwerp-spelers. Op het juiste moment voor Van der Bos is het. Komt hij hem binnen. Ook al goed gedaan van Storm in één tijd tot bij Pflücke. En dit is geweldig, buitenkant links. Een mooie goal. Corner krijgen we nog voor Antwerpen met Ondrejka. Pflücke nu even weg is weg. Want de toegevoegde tijd is eigenlijk volgemaakt. En dat is ook... Verlengt door Alderweireld en de parade van de Wolf. Hij duwt hem weg van onder de lat. De eerste echt gevaarlijke poging van Antwerpen in de tweede helft. Goed aangesneden, goed gekopt. Geweldig gekiept. Nieuwe corner. Zelfde procedé, maar nu geen kopbalkans. Redding Ortwin de Wolf. Knappe reflex. Want krachtig gekopt door Toby Alderweireld. Antwerpen begint toch meer en meer te drukken. Seri nu van afstand. Begeleid, zou je kunnen zeggen, door de Wolf. Deze schuiver. Van der Bos, Valencia. Corbanie openen voor Ondrejka. Veel volk voor de goal. En redding weer. Bal was het van Janssen. Partoes. Dan kun je hem beter even gewoon houden. Valencia neemt die mooi mee. Kan het breed leggen voor Udo. Udo, nee. Kerk, ramp van de 16, overgenomen door Ondrejka. Maar hij krijgt vandaag de bal. In die 16, maar te kort, zo leek het. Nee. Foulon mist net zijn interceptie, blijft dan liggen, heeft krampen, kan niet voort. Maar de man minder nu, Janssen legt af van naar Liedewald. Te zacht besloten, want dit was toch het moment voor Antwerpen. Even de frustratie bij Jonas de Roep. Maar ze hebben maar een minuut niet meer, Antwerpen. Dus... Eerste overwinning van het seizoen voor KV Mechelen komt heel dichtbij. En daar komen ze nog een keer. Bafdili kan de bal krijgen aan de linkerkant. Goed meegenomen. Nog Bafdili. En redding van Lammens. En Schoofs die het even gaat volmaken aan de cornervlag. Corbanie erbij. Mooi beweging van Schoofs. Hakje. Alderweireld. Janssen. Hij heeft het nog goed gedaan. En deze is ook een goede bal voor Udo. 3 mensen voor de goal. Hij moet het overzicht bewaren. Nu dan Ondrejka. Nee! En Janssen, hij moet het dan zelf doen. En hij doet het niet. Overgenomen door Kerk. En nee, opgeruimd. Oh, la, 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 la. De VAR bekijkt het. Waardoor Antwerpen ineens... Gedaan. Ja, kijk. Voilà. Einde van de wedstrijd. Ja. Voilà, afgefloten. Niks aan de hand. En geen herkansing meer. KV Mechelen.